We zijn met Poveski en Paul. Ik ben Snoe. Ja. Square Mountains. Ja. Hook Hill. Nee. Haaksbergen. Ja, Pieter Gillet, dat is onze eerste ervaring met Square Mountains distillaten. Tweede ervaring was de Batch 1 Single Malt. Staat er wel ik daar en niet zo lang deze review ook nog online gekomen. Het is ons heel goed in de smaak gevallen. Het was ja. Een heel smakelijke whisky. Een hele donkere whisky van qua smaak. Mm-hmm. Ja, meens. Oh, wel lekker. Ja, dit is Batch 2 Single Malt Whisky. En zo, als jullie misschien al in het... een beetje in de intro gezien hadden. Niet de eerste keer dat we gaan proeven. We hebben net uitgebreid de moeite genomen om de proefinvisies te noteren. Ja. Op verzoek van Square Mountains, eigenlijk van Twentse Ketels. Ik had een mailtje gekregen of hij een fles van Batch 2 wilde hebben in ruil voor de proefinvisies. En een review. Graag. Ja. Dat wil ik graag doen, inderdaad, ja. Het is een interessante whisky. Ja. En een heel andere whisky als Batch 1. Absoluut. En ik vind dat wel leuk eigenlijk. Ik denk dat het ook deels met de vatrijping te maken heeft, want Batch 1 heeft een grote deel van zijn rijpingstijd op een portwijnvat mogen liggen. Mm. En dan een kort deel achteraf op een hebben heel bourbonvat. Excuse. Dit heeft de volledige maturatietijd van, wat zeg ik nou, 1106 dagen op een ex-Bordeauxvat mogen liggen. Cadeau Frans Eiken. Groot Bordeaux. Het vat heeft een 7-8 jaar een rode Bordeaux mogen dragen. Dus van 2011 tot 2019. Daarna is die geleegd en het vat is dan verplaatst richting Twentse Ketels. Maar die heeft hij heel even gestaan in opslag. Daarna is die pas gevuld in 2021. April 2021 is die gevuld met een distillaat, met de whisky. En daarna geleegd. Gebotteld in 24 mei, sorry. Dat is even de datum. 24 mei van dit jaar, 2024. Met een angel share van 17,3%. Dat is behoorlijk wat. Ja, wat hete zomers gehad. Maar ze hebben al zelf gezegd, de smaak van de rode wijn is doordat die af heeft moeten staan zonder dat hij gevuld was, minder terug te vinden. Ja, we hebben net de proefnotities gemaakt. Daar waren wij het ook wel mee eens. Ja. Heeft in ieder geval wat raakvlakken met rode wijn, maar minimaal. Ja. Even kort nog eens even. Single cask whisky, non-chill filtered, niet bijgekleurd, gebotteld op 46%. Mooi. 14 april 2021 op vat. En dan 24 mei 2024 gebotteld. Totaal van 256 flessen. En ik heb fles nummer 2. Ja. Dat. Ups. Ik ben benieuwd
We hebben de whisky al geproefd, dat heb je net al gezien. Er zit even een klein interval van een half uurtje, een uur tussen. Ik ben benieuwd of het toch anders overgekomen was net als een uur geleden. Als je dit vergelijkt met batch 1, is het toch wel een heel ander kleurtje. Batch 1 was een heel stuk donker, een beetje een rode tint erin. Ja. Ja. Het is gewoon mooi goud. Goudgeel, misschien een beetje bronzig. Want je zou bijna verwachten dat er een rode tint aan zou zitten. Door de rode wijn. Dat vind ik nu lastig. Vind ik nu lastig uit te halen. Daarbuiten, mooi kleurtje. Ik heb gelijk net met de proefnotities ook nu direct hetzelfde wat ik als eerste eruit haal. Ja. Dus dat is gewoon perzik. Mm-hmm. Ja, het is een zacht, fruitig, ja, bloemig neusje. En wat Jeannot net zei, het fruit wat als eerste opvalt is een steenvrucht. En wij vinden het dan richting perzik gaan. Ja. Maar daarnaast zit ook een beetje een rode bes op en vijgen. En dan echt gedroogde vijgen. Dat heel geconcentreerde vijgengeurtje. Ja, en daarnaast hadden wij net ook aan, dat haal ik van u ook uit. Het zit een beetje tussen gras en hooi in. Ja, er zit een grassig ondertoon aan. En Jeannot pikt het eigenlijk eerst als hooi op. En ik had een beetje het idee richting gras. En toen hebben we de ampulletjes van onze geursetjes erbij gehaald en vergeleken. En het zit eigenlijk echt ertussenin. Het zit een beetje ertussen, ja. Maar het is een ondertoon. Het is niet heel sterk aanwezig. Het is wel een leuke aanvulling. Maar er zit een bloemig accent aan de whisky. En we vonden het lastig om een vingertje te wijzen of het een soort bloem zou kunnen zijn. En we hadden toch even een ambeeldje naar voren gehaald. En dachten we gaan achter de geranium zitten. Ja, dus ik weet niet of het meest positief is. Maar ja, Het is een prettig aanvulling tot de rest van. Ja, nee, absoluut. Het is ook niet alsof ik een geranium in mijn neus nu of zo, maar daar zit wel een bloemig geurtje aan. En dan komt bij ons geranium, denk ik, kort in de buurt. Ja. Ja, en de andere geurtje zit eigenlijk een beetje meer richting de achtergrond. Dat is een beetje een vaniertje. Ja. En op een gegeven moment, als je de perzik een beetje gewend bent, komt een beetje een dennenharst, een dennenboomgeurtje naar voren. Dan is door door een bos loopt, dat geurtje. Ja. Nu komt hij gewoon precies hetzelfde over als de eerste keer. Ja, mij ook. Ja. Heel tijd. Ja, hoe fruitig en bloemig de neus was, hoe kruidig dat hij is op de mond. Ja, zoetkruidig. Ja. Dat is een leuke omschakeling. Vind ik ook. Ja. Ja, toen we de eerste keer proefden, vonden we een beetje scherp op de pallet. Na maar een paar slokjes werden een stuk minder. Ik moet zeggen nu dat we de tweede keer proeven. Ja, heel stuk minder. En dan denk ik ook, het is niet alcoholscherpte of weet ik veel. Ik haal nu echt gewoon een beetje zwarte peper. Ja, het is een kruidig scherpte, zwarte peper. Het is een heel stuk minder fruitig op de palet. Vergeleken met de neus. Ja, die perzik is niet, die is dan niet. Nee. En als we aan de hadden we het na de Hugo van, daar hebben we best lang over gedaan. Als we dan toch fruit uit gaan halen, dan gaat het richting zoete kers. Ja, met een beetje rode bes. Met een beetje rode bes. Dus echt rood fruit. Maar naast dat fruitige,
we vonden het even lastig om het naam te geven, maar uiteindelijk komen we uit op geroosterd graankoekjes met chocola. Ja. Ja. Er zit een grote graanaroma op de palet, maar het is gecombineerd met melkchocola. Ja. Een beetje honing inderdaad. Beetje honing. Ja. Het vanille, heel klein beetje, maar niet echt noemenswaardig. En er zit een beetje een notig ondertoon op. Dus ik kan niet meteen een vinger erop zetten dat het dat soort noot is, maar er zit, ja, je hebt van die gezonde koekjes. Ja. Daar hebben ze ook wat noten en alles erin gezet. Dat zit er nu op. Ja, en ik moet zeggen, nu heb ik wat minder. De eerste keer dat ik geproefd had, haalde ik een beetje, net als een beetje een gebakken appel iets op zat. Maar ik denk dat ik in de war ben met een kneeltje. Ik denk dat ik het kneel wat nu op de pijl uithaal, ik denk dat ik een link had gelegd met de appel. Ja, dat zou best kunnen. Een gebakken appel. Maar dat is ook weer een heel genuanceerd aromaatje, dat kneel. Het is niet heel sterk aanwezig. Het is weer met de combinatie met de koekjes vibe. En nu is het, ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk. Hij gaat van redelijk zoet, fris, naar zoet, kruidig, naar toch wel stevig kruidig op de afdronk. Ja. Ja, de fruit valt helemaal weg op de afdronk, vind ik. Ja. Dat granen komt wel weer naar voren, maar wat de hoofdrol heeft bij de afdronk, vind ik, is dat eikenhout. Ja, de eikenhouttannine. Ja, meens. En dat is eigenlijk, ja, één van de kleine dingetjes wat me aan wijn laat denken. Kijk, een rode wijn, niet per se rode wijn, maar een bepaalde wijn heb je dat eikenhouttannine smaakje aan. En dat komt nu terug op de afdronk. Mm-hmm. Ja. Nou, we hadden opgeschreven de afdronk, het is medium, dus haakjes lang, want de smaak wat de afdronk voorkomen, die blijven eventjes hangen. Ja. En op een gegeven moment zijn ze weg, maar er blijft wel een kruidige tinteling na hebben. Dat is wat het dan lang maakt. Ja, de eikenhouttannine, zwarte pepertje, en we hadden over op de pellet een beetje een notig ondertoon. Ik kon niet echt een vingertje opwijzen van het is dat soort noot. Dat konden we wel op de afdronk en het leek vooral op hazelnoot, maar dan niet hazelnoot, maar geroosterde hazelnoot. Ja, meent. Met een beetje een karamel accentje. Leuke whisky. Ja, lekker. Een heel andere, ja. Heel andere whisky als batch 1. Absoluut. Allebei lekker. Mm. En dat zeggen we niet omdat we dat we een fles hebben, maar interessant, leuke, interessante whisky. Ja, en het whisky is maar 3,5 jaar oud, maar dat zou je hem niet geven. Nee. Ik vind hem zo met patch 1, hij komt ook ouder over als wat hij in werk krijgt is. Ja, absoluut. Ik vind dat wel mooi. Ja, zo'n flesje ben je een 85 euro kwijt ongeveer, min of meer. Maar ja, goed, 256 fles. Ja, kleine oplages. Het is, ik weet niet hoe precies ze met de vaten was gebruikt hebben, hoeveel dat ze kostbaar zijn. Ik weet dat vaten duur zijn. Ik weet niet of de Engel beter aan de vak is. Nee, ja, weet je, en volgens mij heb ik er ook bij die gezegd. We hebben heel veel geproefd wat nieuw is, ja. Wat een heel stuk slechter is, echt veel slechter is. Dit is gewoon goed. Ja. Ik denk, ja, het is misschien geen allemansvriend, maar... Ja, ik denk dat het ook is een whisky wat je mensen blind moet laten proeven. Niet zeggen waar het vandaan komt, niet zeggen wat voor vaten, nou, misschien zou je wel kunnen zeggen wat voor vaten er gebruikt zijn. Maar niet zeggen waar het vandaan komt, niet zeggen wat het kost, niet zeggen hoe oud het is, gewoon blind laten proeven. Ik denk dat ze dan blij verrassen van wat ze onder de neus krijgen. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je me dit blind had voorgezet en me niet had gezegd wat het was, ook niet wat voor vat het had gehad, had ik je niet gezegd dat het een Bordeaux vat had. Nee.
Nee, ben je met je eens. Maar dat vinden ze zelf ook volgens mij. dus dat scheelt. Ja. Nee, gewoon lekkere whisky. Ja. Ik hoop dat de proefnotities die wij gemaakt hebben, dat jullie hetzelfde vinden. het was een zoektocht. Leuke zoektocht. Ja, nee, absoluut. Absoluut. De, kijk de avond zo wel vervolgen. Ja, nee, meens. Het gaat misschien nu ook heel gek klinken, want als mensen me kennen, die weten wat van whiskies mijn voorkeur hebben. En ik ben echt van whiskies op, nou, dit op vatsterkte, maar op, vooral op versterkt wijn lagering. Ik ga deze een hogere punt geven als wat ik bij het wijn heb gegeven. Ik vond het een heel smakelijke whisky, maar ik vond het niet complex. Mm. Wat erop zit er duidelijk op, is heel smakelijk, maar het was geen complex whisky. Dit is een stuk complexer, vind ik. Ja, nee, dat is waar. En ik vind die schakelingen van de neus, palet, afdronk, die verschillen, dat vind ik echt gewoon heel leuk. Een heel leuke whisky dat betreft. Ik ga hem een 8,5 geven. Ja, volgens mij had ik die ook een 8,5 gegeven. Ja, ik had hem... Een 8. Nee, ja, ik ga hem met... Ik vind ze allebei op hun eigen manier... lekker. Mm. Dus ik ga hem een 8,5 geven. Mm. Ja. We hadden al gezegd, onze eerste ervaring met... onze eerste ervaring met Square Mountains was in Pieter Geneva. En ben ik ook benieuwd naar de andere destillaten wat ze hebben. Ja. Doe even bestellen. Ja. En... Ik ben ook heel nieuwsgierig welke kant dat ze uitgaan met Patch 3 met whisky. Ja, en ik ben nog steeds benieuwd naar de Pietert variant. Ja, ik ook. We moeten toch eens bij Gerl langs gaan. Kijk, eens nog een beetje de fles heeft zitten. Ja, daarom. Ja, dat zou mooi zijn. Mm. Ja, maar als we een heel andere whisky kunnen brengen door een andere vat te gebruiken, dat... Ja. Ja, wij zijn... blij verrast met batch 2 en zeer benieuwd naar batch 3. Ja, en 5. En 5 en 6 en 7 en 8, 9. Wat je wilt. En ik ga ook in de catalogus kijken naar de andere producten. Want, ja, absoluut. Ja. Dus keep up the good work. Ja. En nogmaals, bedankt voor de fles. Ja. En misschien leuk om een keer een afspraak te maken en dan, wij komen graag bij jullie kijken. En misschien een opname op locatie doen of zo. Ik ben voor. Ja, ik ook. Nou, we gaan eens kijken waar we uitkomen. Komt goed. Dank voor het kijken. Proost. Proost. Wel een leuke aanvulling. Ja, de buren gooien graag met de deuren dat zelfs de kast daar kan trillen. Check. Ja, dat is een interessante jongen.